Hey iedereen, leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe video op mijn kanaal. Ik dacht, het is weer tijd om een keer een leuke vlog weer te gaan maken. Want jullie hebben aangegeven dat jullie het best wel leuk vinden. En ik vind het ook wel leuk om te doen, alleen ik weet soms gewoon niet wat ik moet doen. En ik dacht, misschien kan ik nu wel even naar de ponies toe lopen en even leuke dingetjes over ze vertellen. Dus even weer een soort van voorstellen, want ik heb natuurlijk weer een nieuwe volgers erbij gekregen. En die weten natuurlijk ook nog niet alles. En ik krijg ook heel vaak de vraag van hoe oud zijn ze en hoe zien ze eruit en wie is wie. Dus dat ga ik in deze video even doen. Dus ik neem jullie even mee naar de ponies. Nou, dit is dus mijn pony Amber. Ze is een Welsh pony van 15 jaar oud. En ik heb haar sinds juni. En je moet wel even stil blijven staan. Ik heb haar sinds juni. Amber die heeft wat trauma's en is maanblind. Maar ze doet het heel erg goed en is echt super lief. Nee, ze kent dus ook wat vrijheidsdressuur. En daar kan ik wel even wat laten zien. Amber, schudden. Goed zo. Nou ja, en ze kent ook gewoon de jambet en al die andere dingen. En ze kan ook cirkelen. En het is echt een hele lieve pony. Ja, hè. Het is echt een schatje. En nu gaan we door naar Batman. Nou, dit is dus... Wow! Eww, Batman! Oh my god. Nou, dit is dus Batman. Batman is eigenlijk zijn hele leven hengst geweest. En hij ziet van alles. Dus dan. Hij is zijn hele leven hengst geweest. En is nu sinds een halfjaartje is hij nu een ruim. En dat vindt hij soms een beetje gek. Want hij denkt dat hij nog een hengst is, hè? Ja. En Batman is 8 jaar oud. En we hebben hem nu sinds november. Ja, jij kan heel goed been geven, maar nu even niet. Hij kan been geven. Dat wil hij ook heel graag laten zien. En het is echt een hele knappe pony. Ik was meteen verliefd toen ik hem zag. Dus daarom, ja, we moesten hem gewoon hebben. Dus dit is Batman. Nou, dit is dus Fiona. En Fiona is mijn allereerste pony. Ik heb haar gekocht in april vorig jaar. Dus in 2019. En Fiona is 2,5 jaar oud. En Fiona wil ik ook heel graag voor de kar leren. Als ze er klaar voor is natuurlijk, want ze is nog jong. En ja, ze is nog echt een veulen. Hoe ze zich gedraagt, soms ook nog. Soms ook niet, dan lijkt je heel volwassen. En soms dan is het gewoon net een peuter. En ik wil ook graag met Fiona shows gaan doen. Met vrije censuur en zo. En ze kent al wel wat trucjes. Maar ja, sommige dingen snapt ze gewoon nog niet. Maar dat komt wel. En ja, dat is dus Fiona. Dus ik hoop dat jullie nu meer weten over de ponies. Ga je doei zeggen? Zeg maar doei. 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 En like natuurlijk eventjes deze video en abonneer ook nog even op mijn kanaal. En volg me ook op Insta en op TikTok. En dat staat hier straks wel ergens. Doei!